De 10 leiders lopen tot 2 minuten uit, maar dan komen deze 11 achtervolgers aansluiten. Het zijn Van Steeland, Van Donink, Farazijn, Heuvelmans, Mark Wouters, Klaes, Bekkers, Nottebart, Schoons, Vrijze en Schoeps. Een elite groep vooraan dus, 21 man sterk nu. Een opeenvolging van rotte kasseistroken, 18 totaal, dit is de Bisschoppenstraat in. En nemen met zijn bijtjes meermaals voorsprong, Klaes en hier Bekkers. Dit zijn Christophe van Brabant, Mark Wouters en op de voorgrond Peter Farazijn. En zij komen aansluiten bij Klaes en Bekkers. 5 leiders op 50 kilometer van de streep. Die Antwerpse rappe mannen proberen vooral elkaar te verschalken en op die manier neutraliseren ze elkaar. Bij het ingaan van de laatste kilometer valt Peter Farazijn aan. Een hele goede temporijder, maar een strijkijzer in de spurt. Hij krijgt geen bewegingsvrijheid. Precies 40 seconden na zijn vorige demarrage gaat Farazijn opnieuw. De Antwerpse spurters... Proberen. Het is mijn eerste kans op winnen. Zoals we zo een beetje naar elkaar kijken en het is gelukt. Het was eigenaardig ook, want de snelle mannen gingen aanvallen en dan wint uiteindelijk de traagste. Ja. Ik weet dat ook niet. Die man, ik denk dat die mannen een beetje van Antwerpen ook een beetje tegen elkaar reden. Ik denk dat ze liever hadden dat er iemand van een andere provincie won dan iemand van een eigen provincie.